Ja, nee, maar Koos. Ja. Luister heel even. Wij zijn toch op mijn wandeling gegaan, maar ik heb nou het idee dat we toch de verkeerde kant in gaan. Dat lijkt maar zo, Kiske. Want nee, wij gaan op mijn wandeling, wij gaan naar Gersel, ja? Dat hebben we afgesproken. Ja, dat bedoel ik. Maar ik wil eerst weten of ze er nog staan. Wie? Onze lieve vrouw Terlinde natuurlijk. Ja, hey Koos, we moeten dan mee aan de hand zijn. Die hangt al weet ik hoe lang tegen de gevel van het raadhuis aan. Nog wel, ja. Ja. Maar als Pro er een zin krijgt, zal ze rap voor het, van de gevel aflikken, hè? Pro? Pro, hey, ja. Je bedoelt die mannen van die progressieve partijen in de raad? Ja. Ja, hey. Maar die zijn toch overal veur, die politici? Durm heet dat Pro, hè? Pro betekent veur. Ja, dat weet ik. Maar zo is het niet. Ze zijn overal tegen. Oh. En daarom zouden ze eigenlijk contra moeten heten. Contra? Want, ja, wisten ze nou weer verzonnen hebben? Nee. Kruisbeeld in de raadzaal en Maria aan de gevel, dat die weg moeten. Ja? En daarom zeg ik dus, eerst nog eens even kijken of ze er nog staan. Oh. Gelukkig. Ja. Ze staat er nog. Nou, ze zat er nog schoon bij, Koos. Ja. Ja. Alleen snap ik er nou helemaal niks meer van waarom dat die twee weg moeten. Dat is ook bekend, niet uit te leggen, Kiske, maar het komt eigenlijk hierop neer dat Pro wil hebben dat het kruisbeeld in de raadzaal dat de, weg moet. Ja. Want zij zijn daar politiek aan bedrijven, hè? Mm-hmm. Zeggen ze zelf. Ja, hè? Ja. Nou, het Mariabeeld moet van de gevel, want er moet scheiding blijven tussen kerk en staat. Oh, dus Jezus en Maria, die mogen daar niet meer horen? Die mogen daar niet meer horen, nee. Oh, die mogen er niet meer bij zijn. Daar hebben ze, Pro heet daar in de commissievergadering, hebben ze daar allemaal vragen over gesteld. Ja, ja. Schriftelijke vragen zijn er gesteld aan het college van BNW. Ik heb al die dingen, die verslagen gelezen, Kiske. Ja. Ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar gelezen. Oh, godsamme. Ja. Hey, maar luister eens, dan moeten die mannen van het CDA, die moeten dan ook opgedoekt worden. Want die zitten toch elke zondag in de kerk? Ja. Jij hebt wel een beetje gelijk, Kiske. Oh, toch. Maar jij snapt er toch ook nog niet veel van, hè? Nee, niet echt. Kijk, met CDA, dat is allemaal, kijk, want religie en politiek, dat is op zich geen probleem. Oh. Veel mensen weten dat niet precies, maar, nee, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Oh. Wat Pro niet snapt is dat wij al heel lang een scheiding tussen kerk en staat hebben. Vanaf 1795 is dat door de Fransen hier ingevoerd. Toen hieten wij nog het Bataafse Republiek, maar dat moet je allemaal vergeten. Ja. Maar het ergste is, ja? Dat Pro helemaal niet weet waar ze over praten. Want scheiding tussen kerk en staat wil zeggen dat de staat en de kerk ieder apart hun eigen zaakjes regelen. Oh. En dat die dreigen niet met elkaar gewoon liggen te bemoeien. Oh. Dat is het. Oh, dus Maria en dat kruisbeeld hebben er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Nee, kijk. Dus als pastoor van buitenen dus, bijvoorbeeld, voorzitter van het college van BNW zijn geworden. Ja, dan hebben we een probleem natuurlijk. Oh, ja. En als de burgemeester bijvoorbeeld dan weer baas ze zijn van de Petrusparochie, dan loopt het helemaal in de frut natuurlijk. Dat bedoel ik. Ah, bedoel ik. Nou snap ik het. Ja. Dus de Mariabeeld en de kruisbeeld kunnen gewoon blijven staan. Ah, ja. Niks aan de hand. En als Pro op bordje op de gevel hadden gelezen van het raadhuis wat er eigenlijk aan de hand was, dan hadden ze gezien dat Maria daar alleen maar staat ter nagedachtenis aan het feit dat hier vroeger, heel lang geleden, de Mariakapel gestaan heeft. Oh, dat is alles. Ja. Dus eigenlijk is er een hoop heisa niks geweest weer niet, of nog. Ja. Maar hadden ze dan de tijd niet beter kunnen besteden, want dan kunnen zijn er nog wel belangrijkere dingen bij de gemeente die moeten gebeuren en zoiets, hè? He, in die tijd, daar was ze er nou over bezig zijn, hè? Ja. Hadden ze al wel 40 vergunningen uit kunnen geven voor starterswoningen. Was eigenlijk in die tijd wel 50. Gij hebt het gesnapt, Kiske. Ja. Dus dat betekent dat wij nou op ons gemak naar Gijssel toe gaan. Dan zullen wij naar Gijssel lopen. Ja, ik snap er helemaal niks. Ja, Koos, ik moet elk jaar in Gijssel op de Muinwandeling zijn geweest. Want anders heb ik geen jaar. Ja, datzelfde gevoel heb ik ook, hè? Ja. Als ik er niet geweest ben, dan ben ik helemaal wat met het doen. Ja. Maar het is niet meer net vroeger, hè, Koos. Jongen, stelt er niks meer voor. Als je daar in Gijssel binnenloopt, dan krijg je heel die jaarmerk moeten overheen. Hé, we denken alle kroegen vol, hè.
En de kerk leeg, koos. Maar smergens lopen ze wel hier heel monter langs. Langs het Mariakapelken, hè. De Maria ze maar goed zien. En dan s'avonds, hè. Dan gaan ze langs het stukje terug. Want dan zijn ze voor zo zat, dan durven ze niet meer hier langs het kapelken bij Maria. Vroeger deden we dan toch veel meer moeite voor, hè, op zo'n meiwandeling. Hè? Ah. Midden in de nacht opstaan en dan te voet naar een bos. Oei, mijn erten in de schoenen, man. Ja, en dat je dan zorgt dat je in de eerste mis zit, in de Sint-Jan, hè, helemaal vooraan. Ja, ja. Allemaal ter boetedoening voor de zonde die je gedaan hebt. Zo dat je naar de raam dan, met een gerust hart, naar Maria kost gaan om een kerstje op te steken, want dan hoeft ook niks meer uit te leggen. Nee, ja. Maar daarom kunnen wij eigenlijk nou ook wel een kerstje op gaan steken met een gerust hart. Dat moeten we zeker doen. Want zondigen doen wij niet meer, hè? Natuurlijk niet. Maar vroeger was het heel andere koek, hè, jongen. Oh, man. Als wij uit de suikerpot hadden gesnoept. Oh ja, dan moesten ze dan zeggen, hè, met biechtie, hè. Ja. En vrijdags vlees eten. Ja, als het er was, hè. Ja, maar dat mocht helemaal niet, hè. Nee. Als je vrijdags vlees gegeten had, dan kreeg je een stert, dan wie je dan gezeten, hè. Dat is zeker, ja. Ja. En een vrouwvolk, als we... Ja. Als je bijvoorbeeld te lang naar een meid gekeken had, hè, dan hadden de poppen aan dansen. Kom op, kistje, we gaan naar de markt. Wij gaan een kers opsteken. Ja. Heb jij geld bij? Betaalde jij deze keer? Ik heb vorig jaar ook al betaald, weet je dat? Ja, ik heb helemaal geen... Het moet heel tijd van mijn kant komen, geloof ik. Hoe moet dat? Ja. We zullen Maria weer eens blij maken. Nou. Want we zijn ze nog hard zat nodig hebben, denk ik. Ik maak ze blij, ik heb betaald, hè. Dat is waar. Nou, daar is Maria blij mee, denk ik. Ja, dat is wel leuk. Ik heb, omdat ik natuurlijk helemaal geen zonde meer doe, dat weet ik niet. Heb ik nou een kers opgestoken voor iemand anders? Oh, ja. Kijk. Ja. 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 En jij? Luister nou even, hè. We gaan nou in Gijssel een bekje koffie drinken. Ja. Dan rekenen ga je af, want ik heb de kerstjes betaald, hè. En als we dan daar zijn, dan zal ik jou wel eens vertellen voor wie dat ik een kerstje opgestoken heb. Maar weet je zeker dat je geld bij je hebt? Ja, natuurlijk. Want dadelijk komen we in Gijssel aan en dan kun je niet betalen. En dan zeggen ze in Gijssel wel, oh, daar heb die Oosterwerkers ook weer aan. Ja. Die hebben weer geen geld bij. Ik weet goed hoe dat gaat in Gijssel. Want ze hebben het altijd over ons, dat weet ik ook wel, of niet? Dan wil ik nou wel eens weten voor wie jij nou een kerst opgestoken hebt. Nou, dat zal ik jou vertellen. Ik heb aan Maria gevraagd of ze kan zorgen, hè, dat de gemeente komend jaar, hè, volgend jaar, een goede evenementenkalender zou kunnen maken. Ja. Want dat is nog geen ene keer gelukt. Want nou, deze kalender van dit jaar, daar staat Oosterwijk Zwink niet op. Nou, daar kan nog iets. Maar het ergste is, het landjuweel. Staat er ook niet op? Er komen 127 Brabantse gildes naar Oosterwijk. Ja. Maar het staat er niet op. Zo. Dus daar heb ik gevraagd aan Maria of ze daar die mannen bij de gemeente Zeksen mee wil helpen. Want... Oh ja, nou, dat is goed gedaan. Nou, en ik heb aan Maria gevraagd of ze bij de gemeente eens beter wil gaan pasen op de centen die ze daar aan het uitgeven zijn. Oh, dat... Want die projecten, hè, dat geld gewoon mee bakken de deur, het was ze niet opgerekend. Ja. En dan hebben ze weer 5000 euro nodig voor een of andere mediator. Mediator? Nee, en een mediator, ja. Dat is iemand die moet dan zorgen dat die merkkooplui en de winkeliers aan de lent, dat die geen ruzie meer met elkaar maken. Maar dat kost wel 5000 euro. Had het dan niet beter aan Maria kunnen vragen dat wij dikke wijken op hangen geknapt? Dan hadden wij die 5000 euro in de zak kunnen steken. Nou, wij die kunnen beuren. Je had dat dan gezien? Ja. Je maakt het heel makkelijk. Ik wist toch niet wat je ging vragen? Ja, dat was geheim. Ja, nou, de rum, dan weet ik dat toch niet? Nou. Jongen. En ik heb ook aan Maria gevraagd. Oh ja, dat is waar. Ik heb ook aan Maria gevraagd of dat ze ervoor wil zorgen dat de gemeente geen leaseauto gaat aanschaffen. Een leaseauto? Een leaseauto. Voor de huisbezoeken van het zorgloket. Huisbezoeken van het zorgloket? Een leaseauto hebben ze daarvan nodig. Ja, maar die mensen, dat is toch in Oosterwijk, toch, of niet? Dus ze zouden ook niet op de fiets kunnen, denk ik dan? Dat bedoel ik. Oh, jongen, toch, we zijn ze toch allemaal weer aan het doen, hè? Nou, als Maria, hè, ons gebeden verheurt. Hey.
dan zal het nog gaan kraken in onze werk, hè, Koske. En iets weer krakt. Altijd gezegd, Kiske, daar moet olie op. Dat bedoel ik. Oh, kijk. Maar in ieder geval hebben wij... Ja, ja. Ah.